Nou jongens, zijn we dan? Het is echt super slecht. Ja, dit is echt heel leuk. Kwart voor vier. Ja, tien over half. Vier. We zijn hier op Schiphol. We hebben er helemaal, helemaal zin in. Ja, ziet voor het de, ja, voor de ex. Nou jongens, oké. Ja, ik hoop. Oké, we gaan het einde. Dat zit hem te kappen. Ik ben al ready. Ja, ja. Nou jongens. In de camera kijken. Oh, Kai is jarig. Dit is een mooie gemeen. Zeg allemaal hoi tegen de vlog. Hoi. Luc, doe jij ook even leuk mee alsjeblieft. Nee, zijn sfeer zit er lekker in. Nu komt het cadeau. Wat ga je nou hem nog doen? Het cadeau voor Kai komt nu. Het wordt echt een groot cadeau wat er maar is. Hier kijk even naar de Snoopy. Wat is dit? Dat is een Kai kan niet eten. Oké, die vind ik leuk, die vind ik leuk. Oké, Kai, ben je er klaar voor? Oké, we gaan even inzoomen. Ik heb een vriend van ons. Veel in de kerkkelder gedaan was leuk. We kijken niet eten voor leven toch? Sneaky peeky. Goedemorgen, Bart. Wat denk je dat ik gedaan heb? Ik wil gewoon 3 uur. Oh jongens, ik moet echt nog even mijn kruis. En het is we hebben er zin in. Yay, we zitten met z'n drieën naast elkaar. Waarom doe je dit? We zitten nu. We zitten nu in de bus. Jongens, zeg allemaal hallo tegen de vlog! Fuck you! Ja. Dit is ons prachtig hotel. Ja, dit is gewoon niet nog warm. Hier mag je nog wat dichterbij. Oké jongens. Hey. Hey jongens. We hebben de eerste ribine van de dag. Oh, wat een pracht exemplaar. Buongiorno. Oh, lullig. Dat vind je wel een mooi fonteintje. Loopt ie? Hallo. Hallo. Wilt u wat zeggen tegen de vlog, meneer? Zeg je? Wilt u wat zeggen tegen de vlog? Tegen wie? De vlog. Weet je wat het is? Ja, een vlog weet ik wat een videoblog. Nee. Nee, een videoblog. We staan hier bij de Trevi Fontein, een van de beroemdste fonteinen. Waar in een Italiaanse film gezongen wordt door de aanbidden vrouw. Marcello Mastroianni kijkt toe. De film heet La Dolce Vita. Een aanrader. Zeg je? Een aanrader. Een aanrader. Een aanrader, jongens. La Dolce Vita. Nou, ik weet wel wat ik vanavond doe hoor. Hey, kinderen. Hey, kinderen. Ladies and gentlemen, we're about to land in Johannesburg. Please fasten your seatbelts, ensure that your seatbacks have the upright position, that your arm may sit down, that your tray tables and footrests are folded away. Don't see it, also have been a good one. Compleet! Oh, yes.
En we komen net terug van het eten. En het was dus gewoon dooien. Oké, ik ga maar nu schrijven. Bart zit er een beetje doorheen, vrienden. Bart heeft het een beetje warm. En Kai is lekker nootjes aan het eten. Healthy life. En Julia is aan het reserveren voor onze chappings vanavond. Hoi, mensen. Morgen. Lekker dat het regent. Hoi vrienden. We gaan een variatorengevecht meemaken. We gaan de boef. Oké, we gaan het Colosseum in. Joepie. Ciao. We zijn nu in het Colosseum. Yay. Het is very beautiful. We zijn echt super blij dat we hier zijn. Zo kut hier. Maar ja, dat is oké. Kijk alles mee. Vrienden die met hetzelfde. Kijk wat het uitzicht. Nee, ik probeer even te filmen. Naar hoeveel mensen hier zijn. Ik heb dan echt een soort mierennest. Rrr, lekker toeristisch. We hebben de opdracht We hadden net een speurtocht. Wat is onze spreuk die eruit is gekomen, Kai? Non-shoe, svo-setsum, xim. Ja, dat is tot zover. Ja, wat vind je ervan, Bart? Oké, kom maar mee. Hele mooie muur, vol met stenen. Heel mooie muur. Echt mooi. Heel mooi. Oh, ik neem je mee naar het mooie. Naar? Nog meer moois. Nog meer moois. Nog meer stenen. Joehoe. Nog meer stenen. Nog meer stenen. Wow, daar is nooit wat moois. We worden hier echt gebouwd. Speak up.
fucking warm en de zon brandt en we mogen daar naar binnen. En dit is de hele rij. En dat is Kai. Ja, dat is schrik, we zijn maar ingezoomd. We zijn bij de metro. We zijn bij de metro en nog 5 minuten vertrekken, dus ren even. Like you can find it in your soul. Just believe in what you're dreaming. And I know that we can't go wrong. Don't be uptight in your Levi's like you said to me. Just let it be. I will find my way to Rome. All I ever wanted, whatever I needed to be. We're not getting younger, doesn't really mean much to me. I will find my way to Rome. Op de Healthy Life, omdat we zoveel hebben gebroken deze week. Ja, dus we gaan nu lopen naar huis. Met de benenwagen. Met de benenwagen. In plaats van met de Uberwagen. Het is 10:15, dus ik wil niet zeggen dat we altijd lid bezig zijn. Oké, we zijn terug aan het dobbelen naar huis. Het is best wel heel erg ver eigenlijk, maar ja, we moeten wel een beetje healthy blijven. Vorige dag was de Uber, nu is het gewoon lekker hobbelen. Ja man. Laatste avondje Rome, morgen lekker met de bus. Nog wat te zeggen voor de vlog. Hoi. Lekker. Lekker. Nou, zover. Vlogje out. We zijn nu bij deze villa ongeveer. De Parnassus.
Welcome to the crib. Yeah, we know where de kamer van is. Heel grappig bordje. Het ligt er wel een beetje van de tong in dit ding ook weer heet. Nee, dat is een hele goede week. Het begon met een C. Meneer! Hoe heet het ook alweer? Hoe heet het ook alweer? Otto. Wat? Caserta. Oh ja, de villa van Caserta. Bart, onze makelaar to be. Nou. Wat? Denk op. Dat gokje. Dat gokje. Ik denk dat je niet kan doen. Er ligt 1,3 miljard. Oh shit. Oké, ja, bij deze. Eenmaal andermaal. Kort. Bij een nieuwe aflevering van Hanne wordt gepest door de groepsleden. Ja, hé, dat wordt gewoon de vlogtitel. We hebben vandaag een gast, dus we zijn helemaal fijn. Tobias? Geen kinderen met Hanne, check. Check. Ja, de sfeer zit er weer lekker in. De Nai die hobbelt hem nog even iets daar door. Ja, dat is de Bart heeft zichzelf ook. Ben je nog aan het take over doen? No fun. Oh ja, dit is Bart. Oh ja. Wauw. Dit is het gevochtende van leeuw. Ja. Net allemaal een nieuw speeltje gekregen van meneer Willemsen. Hij gaat ons door middel van dit mee communiceren. Hypermoderne apparaat. Hoi. Gaat hij met ons dit prachtige kasteel, a.k.a. de Playboy Mansion van Bart, doorlopen. Daar is hij hoor, meneer Willemsen. Oh, we moeten bij elkaar komen. Ja. Mama. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. We zien een hele mooie zon. Kijk daar. Helemaal mooi. Kijk.
to roam. Keep your head high, it's your spotlight. You can find it in your soul. Just believe in what you're dreaming. And I know that we can go wrong. Don't be uptight in your Levi's like you said to me. Just let it be. I will find my way to Rome. All I ever wanted, whatever I needed to be. We're not getting younger, doesn't really mean much to me. I will find my way to Rome.